Goedemorgen en welkom bij mijn eerste vlog. Mijn naam is Peter Lammerdoen, #PJ. En ik ben net wakker. Ik ben echt super moe nog, maar ik ga er zo even uit, want het is ondertussen alweer bijna 9 uur. En ik heb vandaag afgesproken met een vriend van mij, want wij gaan vandaag samen op pad. En dat gaan jullie allemaal zien. Dus ik ga me zo eerst eens even omkleden. Luna! Kijk, dat is onze lieve Luna. Hè, Lunetje? Ja. Hé, jongen. Goedemorgen. Hè? Ja. Maar wij gaan eens eventjes lekker een ontbijtje maken. De kast zit weer vol met lekkers. En dit is waar ik van hou. Lekkere havermout. Zo, drie minuutjes. Zo, havermout is klaar ondertussen. Eens even lekker smullen. Ter kreeg ondertussen. Helaas, de bananen zijn op. Maar wij moeten er altijd even lekker fruit bij hebben. We beginnen de dag gezond, dus wij pakken even lekker een mandarijntje. Zo. Havermoutje erbij, mandarijntje erbij. En ik zeg... Goed bezig. We hebben lekker gereden. We gaan eens even de rotzooi bruimen en dan de spulletjes pakken. Ik ga dus naar een goede vriend van mij en wij gaan vandaag naar een PA-markt. En bij die PA-markt kan je dus allemaal gebruikte video, geluidsspulletjes kopen. En gezien het feit waar je in het videovak zit en het geluidvak zit en ik dat allemaal hartstikke leuk vind. Gaan we eens even kijken of we daar wat leuke dingen op de kop kunnen slaan. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken, want we gaan nog een hoop leuke dingen doen vandaag. Zo, ik ben omgekleed. En we gaan maar eens richting mijn maat toe. Ik ben helemaal shiny. Bang. Ik zou zeggen, let's go. We're ready to go. Oh, kennen jullie dat die Omega 3 pillen, dat zijn van die vispillen zijn dat. Schijnen ontiegelijk gezond te zijn. Als je ze neemt ga je op een bepaald moment boeren, jongens. Oh, dan komt er een vieze smaak in je mond, jongen. Echt zo'n vieze vis smaak. Echt ongelooflijk ranzig. Maar ja, alles voor de gezondheid, dan maar. Dus wij gaan even naar mijn maat toe en ik check jullie zo daar, jongen. Yes, we zijn op locatie. We zijn bij mijn maat. Ik krijg alleen nog serieus net een appie dan. Yo, haast je niet, want ik ben nog even mijn auto wassen. Precies als ik voor zijn deur sta. Maar ja, dan wachten we eventjes en dan gaan we zomaar richting Houten naar de expo. Yo. Hallo. Morgen, alles goed? Altijd. Ik gooi even dit in de auto. Dan moet ik terugbrengen naar de mediamarkt. Nice. Die waren te klein. Wat heb je daar nou weer liggen? Houtskool. Een steen. Wat de fuck moet je ermee? Van mijn maag gekregen. Oh. Oké, nice. Nou, het ziet er op zich wel tof uit. Ja. Leuk steentje. Nice, oké. Laten we even wat gaan drinken bij jou en dan gaan we richting Houten. Oké, wij gaan richting Houten. En eens even kijken of het wat is. Auto staat voor de deur, dat scheelt wel. Goedemorgen. Ik zou zeggen, let's go in de Twingo. Zo, we zijn bijna op de bestemming. We zijn nog even snel langs de Jumbo gereden. Want het is ondertussen alweer 12 uur geweest en we hebben best wel trek gekregen. Dus ik heb eventjes een V-Fit proteïne drankje gehaald. En ik dacht ik doe vandaag gezond, maar helaas het is mislukt. Ik heb weer allemaal lekkere broodjes gehaald. Maar ja, ach, één keer per week moet dat best kunnen vind ik. Nou, Jeroen die is eventjes kibbeling halen. Want er staat hier voor de Jumbo een
een visboer. Ik had geen trek in kibbeling. Ik denk, al lekker broodjes. Een stuk goedkoper ook. Altijd naar de portemonnee kijken, uiteraard. En dan gaan wij zo verder naar de expootjes hier om de hoek. En dan gaan we eens even kijken of het wat is. En dan zie ik jullie zo daar. Check you later. Nou, we zijn aangekomen bij de expo in Houten. Hey. En we gaan even die hele zooi leegkopen daar zo. Van allemaal leuke geluidsspulletjes en dingetjes. Goedendag. Dan gaan we eens even kijken wat ze allemaal hebben. Nieuwegein. We komen net van de expo vandaan. Nou, die stelde niet zoveel voor, vond ik. Het was op zich wel leuk, alleen een hoop oude afgetrapte troep. Maar ja, je zal het me net nodig hebben, dan is het leuk om te hebben. En we zijn nou even Nieuwegein in, want we gaan naar mijn favoriete winkel, de Mediamarkt. Dus we gaan even deze twee hoesjes terugbrengen. Ik heb namelijk vorige week deze camera gekocht en daar heb ik twee leuke hoesjes bij gekocht. Alleen, de camera past er niet in. Dus ik heb ondertussen een ander hoesje en dan gaan we deze even terugbrengen. Hey. Ik heb net een GoPro Suction Cup gekocht. Goedendag. Uiteraard, die nemen we gewoon mee. Dankjewel. Ik vind het heel erg lastig. Het is leuk nu net met die verkiezingen voor de deur krijgen we natuurlijk al die mensen die allemaal mooie praatjes gaan beloven hier. Die is CDA, PVV, PVDA, D66. En wat ik ga stemmen weet ik nog niet. We gaan het zien. Het is zo mooi, al die verhalen. Ja, we zien het wel, maar we gaan stemmen toch. Weet je al wat je gaat stemmen of niet? Nou, meneer van de D66 had wel het mooie punt dat hij zegt we gaan het proberen te verbeteren deze punten en niet we gaan het halen. Ja. Dus dat is wel een goed argument. Ja, dat beloven ze altijd en het gebeurt nooit. Nou, het was geen belofte, hij wil het verbeteren. Oké. Okay. Dus dat is ja, we gaan al zien. Wat minder erg. We gaan zien wat er allemaal gaat gebeuren. Lekker broodje van de kikkorst halen. We zijn in een vreedbui vandaag. Iets maken, ik zou het zeggen. Lekker broodje. Wat was het? Broodje warme kikkorst met piri piri saus. Nou, ik dacht niet. Zero sugar, jongens. We gaan op de gezonde tour. Nou ja, zo gezond is het niet, maar we hebben dorst. Zo, we zitten weer in de auto. We gaan even een park zoeken. Want meneer Jeroen die heeft een nieuwe foto nodig. Voor wat was het weer? Voor mijn werk. Voor je werk, een foto nodig. Dus we hebben wat fotospulletjes hebben bij. En dan gaan we eens even een parkje zoeken waar we van tof foto's kunnen schieten. Nou, we hebben wel het lelijkste park van Nederland. Ja, volgens mij ook. We zijn ook echt in de middle of nowhere. En ja, Nieuwegein. Het is volgens mij wel een bekende plek. Maar ik zou het niet weten. Wauw. Het ziet er niet uit hier in ieder geval. Het lijkt meer een vereniging. Volgens mij is het een tennisvereniging. Het ziet er niet echt uit als een park of zo. Dus, nieuwe locatie. Oké, nou, we gaan in ieder geval even een park zoeken. Dan gaan we even tof foto's maken en dan. Het is een park, zeg. Dan zal ik ook zo nog eventjes een filmpje van schieten. Kralingse Bos. Nou, we gaan naar Kralingse Bos, Rotterdam. Ik denk dat we daar wel mooie foto's kunnen schieten. Het is beter dan hier. Yes. We zijn hier op de steiger bij de Kralingse Bos. Mooi plekje gevonden. En we gaan eens even wat fotootjes schieten. Zo, we hebben de fotootjes geschoten. Ze zijn echt super tof geworden. We gaan vanavond eens eventjes
gaan we ze even online gooien. Ik heb ook een bannerfoto gemaakt voor YouTube. Ik heb een nieuwe profielfoto gemaakt voor YouTube. Die gaan we er vanavond even op gooien. En we gaan nu even alles opruimen en dan gaan we weer naar de auto toe. Want we gaan zo even lekker een hapje eten. En ik heb er zin in, want ik heb trek. En Jeroen heeft ook trek. Dus we gaan dit prachtige plaatje gaan wij eventjes vaarwel zeggen. En dan gaan wij richting La Cubanita om even lekker een hapje te eten. We hebben lekker ons eten, Jeroen. Lekker, lekker. Eet smakelijk, jongen. Yo, we zijn weer terug bij Jeroentje thuis. We hebben ons buikje lekker volgegeten bij de tapas. Het was lekker onbeperkt tapas met lekker een cocktailtje erbij en een brownie. En we zitten echt barsjes vol. En wat we nu gaan doen is even een ouderwets potje Nintendo. Nintendo 64, jongen. En wat gaan we spelen? We gaan spelen, even kijken. En wat hebben we allemaal? Super Mario. Ah, deze uiteraard, die gaan we spelen, jongen. Deze, wie kent hem niet, jongen? James Bond, GoldenEye, die gaan we doen. Even kijken, hoe werkt dat ook weer? Gewoon uitdrukken. Die gaan we doen, jongen. Zo, hoppa. Power aan. Gaan we eens even een ouderwets potje GoldenEye spelen. En gaan we dadelijk nog even lekker aan de zuip. Hebben lekker Bailey gehaald. En dan gaan we vanavond nog even de stad in. Gaan we nog even wat fotootjes maken. En daar zal ik ook nog even wat leuke beelden van schieten. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Nou, we zijn nu even bij de kade in Rotterdam. Want we gaan nog eventjes foto's schieten, zoals we hadden gezegd. We zouden een uurtje eerder fotootjes gaan schieten, maar we kwamen de buurvrouw van Jeroen tegen en die kan nogal aardig lullen. Dus we hebben een uur staan lullen in de kou buiten. Op een moment had ik eigenlijk wel zoiets van, nou weet je wat, we gaan weer naar boven een drankje doen en naar ons nest, want ik ben er wel klaar mee. Maar we zijn toch nog maar even de stad in gegaan, want we gaan nu nog even wat toffe fotootjes schieten bij het water. Een paar flitsjes meegenomen, een cameraatje meegenomen. Dan gaan we kijken even of we nog wat leuke foto's kunnen schieten. Wij zijn weer lekker terug in het huisje. We hebben even wat toffe foto's gemaakt op de kade. Oh, het is wel echt ontiegelijk koud. Dus we zijn nu weer lekker thuis. Weer lekker warm. Het is ondertussen 10:30 s'nachts. Ik heb even lekker een Bailey erbij gepakt. We gaan even een drankje doen. En we gaan nog even lekker editen. En dan ga ik ook lekker mijn bedje opzoeken. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. In ieder geval super tof dat jullie keken naar deze video. En ik hoop dat jullie de video ook echt tof vonden. Doe dan even een blauw duimpje omhoog hier beneden. Abonneer even op mijn kanaal, want er komen binnenkort nog veel meer toffe video's aan. Dat ga ik jullie sowieso beloven. En dan zou ik zeggen, salut!